Kijk, als we de hele wereld moeten voeden, zeg ik altijd, dan zullen we een mix moeten hebben van biologisch en gangbaar. Ik heb altijd gezegd dat wij als gangbaar en biologisch boeren steeds verder naar elkaar toe groeien. De goede dingen die wij vanuit de biologische, maar ook vanuit de gangbare kant bij elkaar voegen, kunnen wij eigenlijk gewoon een heel mooi product in Nederland neerzetten. En daarbij is gewoon plantgezondheid gewoon ontzettend van belang. Ik ben Martin Topper. Jullie zijn hier welkom op een Zonneheerd Akkerbouwbedrijf. Een bedrijf wat gespecialiseerd is in vergeten groenten. Dat zijn onder andere paarse peen, gele peen, witte peen, paars-oranje peen en rode peen. Gele bieten, chochia bieten, rode bieten en witte bieten. En pastinaak en wortelpeterselie. In 2009 heb ik het Flevo Food Festival georganiseerd en daar liet ik mensen paarse peen proeven. En dan kreeg ik de vraag van waar kan ik die paarse peen kopen? Ja, nu zie je dat je op de zware klei zit, hè? En ook echt gewoon mooi, hè? De wortel door worteling, wormpjes erin. Dus toen ben ik eigenlijk gaan onderzoeken eigenlijk van hey, kunnen we het zelf telen en hoe kunnen we dan de afzet creëren? Hoe kunnen we bij die horeca en bij die foodservice dit hele mooie product wat ook in Flevoland groeit verkopen? De buurman is ja groot, moet allemaal veel hectares hebben. Ik zeg, joh, wij moeten zorgen dat wij eigen afzet creëren. We kunnen telen, maar eigenlijk is veel belangrijker wat we er daarna mee doen. Dus ik heb eerst afzet gecreëerd en toen ben ik gaan telen. Als we bijvoorbeeld naar bietjes kijken, de kleine bietjes, die willen toprestaurants als één klein bietje op je bord. Nou, die grotere, ja, die zitten bij de superketten, bij de supermarkt. En die andere maat, die gaat naar de horeca. En het grappige is, die hele grote chochia-bieten gaan van mij naar Japan toe. Japan maakt daar weer mooie sushi van. Dus zodoende raken we eigenlijk al die producten kwijt. Ik zeg altijd gangbaar duurzaam. Dat betekent dat ik eigenlijk zoveel mogelijk naar de natuur kijk. Hoe kan ik die plant zo positief mogelijk laten groeien? En dat doe je door eigenlijk gebruik te maken van een hele goede bodem. Dus door groenbemesters te gebruiken. Maar daarnaast ook met biologische preparaten werken. Plantversterkers eigenlijk op biologische basis. Maar ook met kruidenextracten die wij eigenlijk zorgen dat wij minder last van wortelvlieg hebben bijvoorbeeld. Kijk, plakvallen. Maar wij proberen te monitoren of wij het last hebben van wortelvlieg. Vaak wat ik doe is als er één wortelvliegje is, dan wil ik vaak wel met knoflookextract spuiten. En als het te veel wordt, ja, dan ga ik chemisch behandelen. Dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk eerst biologisch te doen en dan vervolgens naar chemisch over te stappen. Ik zeg altijd hetzelfde als thuis, hè? Als je goed voedsel eet, ja, dan heb je dat medicijnkastje niet nodig. En als dat dan echt nodig is, pak je een aspirintje. Dat doen wij eigenlijk ook met de chemie. Ik wil graag mensen weer laten enthousiast worden van lekkere voedsel. We hebben in Flevoland zulke mooie producten. Proef dat eens en dat wil ik ook laten zien. En dan hoeven we een dag minder vlees. Laten we een dagje meer groente eten. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.